Zuid-Amerika en hij werd in de jaren 30 in Australië geïntroduceerd om kevers op te eten die de oogst bedrijven. Ook de dromedaris zijn meegenomen naar Australië, ideaal voor de kolonisten om de woestijn mee in te trekken. Maar er is een keerzijde. Zowel de dromedaris als de reuzenpad hebben zich sinds hun introductie spectaculair voortgeplant. De opmars van de dromedaris is inmiddels gestopt, maar de reuzenpad wordt nog steeds een plaag. Sterker nog, de Australiërs zien dit dier als een regelrechte ramp. Ze zijn enorm, ze kunnen net zo groot worden als een voetbal. 2 kilogram zwaar, ze zijn niet stuk te krijgen. Deze reuzenpannen kunnen temperatuurverschillen weerstaan tussen de 5 en 40 graden Celsius. Ze kunnen meer dan de helft van hun lichaamstuk verliezen zonder te komen te overlijden. In de jaren 30 van de vorige eeuw werden iets meer dan 100 van deze jongens geïntroduceerd in Noordoost-Australië om de beruchte suikerriekever te bestrijden. Wat bleek nou? Ze aten de suikerriekever niet eens en uiteindelijk hebben de afgelopen 80 jaar heel Noordoost-Australië veroverd. En van die iets meer dan 100 zijn er nu meer dan 1,5 miljard. Het is een van de grootste ecologische rampen ter wereld. De reuzenpad heeft veel Australische diersoorten op de rand van uitsterven gebracht. Vooral soorten die de padden probeerden op te eten, bezweken aan het gif. De voornaamste slachtoffers zijn krokodillen, slangen, varanen en kleine buideldieren. Tijdens het kweetseizoen kunnen de vrouwtjes tussen de 10 en 20.000 eitjes leggen per nacht. 2 nachten achter elkaar. De opmars lijkt dus niet te stoppen. En uit pure frustratie maken Australiërs dan ook gewoon dood als ze tegenkomen. De belangrijkste reden dat reuzenpadden zo'n plaag vormen is dat ze niet echt natuurlijke vijanden hebben in Australië. Omdat ze door de mensen zijn geïntroduceerd, hebben de roofdieren in Australië niet de tijd gehad in de evolutie om resistentie te ontwikkelen tegen het gif. Reuzenpadden zijn natuurlijk zwaar gif. Je hebt 2 grote gifvliegen hier, achter het oog. Als je een beetje druk zet op deze gifvliegen, let op, dan zie je dat er melkachtig wit gif uitkomt. Dit wordt in sommige gebruikt als een drug, want het werkt hallucineren. Toen ik 17 was, heb ik ooit uit pure nieuwsgierigheid een klein beetje van dit gif in een wondje gesmeerd. En ah, dat kreeg ik uitkomt. Dat doe ik niet meer. Dat zijn wel mooie beesten. Een van de redenen dat ze zo succesvol zijn, ligt misschien wel in het feit dat ze ietsje slimmer zijn dan verwacht. Professor Martin White is een pionier op het gebied van intelligentie en leervermogen van reuzenpadden. As you know, toads have been extremely successful invaders and they're moving across Australia at a rapid rate. And there are all sorts of reasons why they might be successful. But one of them has to do with how intelligent they are and this concept of behavioural flexibility. And the hypothesis is that the toads at the invasion front will be better at solving the completely novel problem compared to the toads at the invasion source. How many toads do you have? We have about 35 toads. We've got a group of juveniles that we've had since they were probably only a few weeks old, and then we've got a group of adults.